tegenhouden. Dus, wat is dit nou echt gestupeerd? Ik ben mijn hand op. Nummer 11. Ja, maar doe de muziek maar even laag, Jens, dan luisteren we naar de briefing. Plaatsnemen voor de eerste briefing. Beste atleten, welkom in de derde editie van deze Dion Triathlon. Even een paar aandachtspunten vooraf, voor alle atleten. Nou, algemeen is al genoemd geen wetsuit vanwege de watertemperatuur. Nou, ik zie al dat jullie niemand een wetsuit draagt. Na de finish, zoals jullie zien, is de verzorging met fruit en sportdrank en water. En tevens is ook massage mogelijk. Het is warm, zoals jullie merken. Vergeet vooral niet te drinken, met name tijdens het lopen. Voldoende drinkposten tijdens het loopparcours. Neem daar gebruik van. Ja, ik heb een ingevat gekregen, maar ik durf het niet aan het helemaal. Nou, mooie instructies aan de deelnemers hier van deze eerste serie. De individuele die straks van start gaan voor deze quad triathlon. Start van de wedstrijd om 11 uur hier in De Vecht. Schitterende weersomstandigheden vandaag. Bij deze uithoudingsproef, de drielaak, het zwemmen, het fietsen en het hardlopen. En voor iedereen die net is komen aanlanden, zeg maar, mooi op de Vechtbrug. Iedereen die kijkt hier langs de woorden van de Vecht van Hart. Jaars gezwommen. En dat is in die al die jaren natuurlijk wel anders geworden. In 1977 voor het eerst begonnen met het zwemmen. En aan het eind dus het fietsonderdeel bij de triathlon op Honolulu, nu nog altijd bekend als de Ironman van Hawaii. Kijk u weer fietsen. Ja, go! En dan nog een fietsertje lopen. Ik heb nou al een uur in de bril. Doei, succes! Misschien niet deze serie, want we hebben natuurlijk de winnares, Jorike Kastelein, kan vandaag voor de derde keer deze Dion Triathlon winnen. Vandaar ook dat zij dat mooie borst nummer 1 heeft gekregen. Winnaar in 2016, winnares ook in 2017. Fantastisch voor deze triathlon, in het open water kunnen zwemmen. En dan vooral de rugby erbij, daar kun je een mooi vechtpark voor een lekker rondje hardlopen. Ja,
Het heeft een heel breed weer voor, maar de mensen die staan er hadden zelf weer binnen. Toen mensen van buiten hadden weggekomen, zou ik zeggen, kijk ook even verder dan alleen hier. Dan hadden we gewoon een hele mooie stad. Veel deelnemers in Hardenberg, maar ook in de rest van het land. Ja, de rest van het land deelnemers, maar zelfs uit het buitenland. Heel goed, we gaan het straks nog horen. Ja, helemaal goed. Heel veel vrijwilligers, hoeveel? Naast onze vaste organisatie zijn er meer dan 150 vrijwilligers in het hele parcours. Niet alleen wat je hier ziet, maar ook in het grote parcours, in het wielerparcours. Er zijn overal vrijwilligers en elkaar zijn enorm trots op dat ik ook ga doen. Goud van de organisatie. Ja, dat gaat ze gewoon rond zonder vrijwilligers, zonder zo'n organisatie niet gekomen. Goed zo, we hebben nog een probleemwoord in nog 2 minuten, maar ik ben hier rustig leiden. Dat de heer Boezekool, die gaat daar het moment voor bepalen dat we hier gaan starten. Nog 60 seconden deelnemers, 60 seconds, 1 minuut. Nog 30 seconden, 30 seconds, nog 30 seconden. Ja, dan mag een applausje bij, want ze zijn vertrokken voor de 3-line. Dit is een prachtig moment natuurlijk. Je ziet een heel peloton onderweg met de borstkrol. Het gaat over een parcours van 250 meter. Een beetje met tegen de stroom in, met de stroom mee weer terug. Richting de Maya brug. En dan wanneer ze dat denk ik gedaan hebben, gaan we bij die brug in voor de fietsronde. De 3-lijn in Hardenberg is onderweg. En altijd een mooie verdieping gaat bij van de Groenwit. Kent het gelukkige wegtoer vandaag niet goed bestaan. Vanwege het schitterende weer. De mooie temperatuur in het water. Van die wijzend 11 wereld. We hebben het energiesysteem gevraagd. Eerst te zwemmen. En daarna krijgen we dan dat fietsen. En anders wat nog een keer een loononderdeel. Fietje fietsen klaar. Atleet Andrea Bruines uit Elburg en Saskia Beckhuis uit Vasse komt er overal als derde binnen. We zien het eigenlijk ook van drie atleten. Want het een beetje moeilijk om waar we hier zijn, want ja, ze zijn in het land. Ze zijn in het ruimte, we zien dat altijd. Maar drie lichaam. Ja. Ook nog wel het bezoek vanaf. Ja, dit is een prachtig schouwspel, zo al die atleten actief bezig hier bij deze. Eerste ronde zit erop, dus we gaan weg voor die tweede ronde met 4 atleten die dus aan de leiding zwemmen. De ringposten vragen ook op het parcours, zodat het daar weer maandag voor is. Ik ben een kampioenschap.
voor de middenafstand een sprintonderdeel. Ja, daar. Die blauw. Ja. Die nou ondergaat. Die nou, ja. Die nou ondergaat. Ja. Die nou in een vast door doet. Bij het fietsonderdeel. Hey. Ik ga morgen wel eens. Ja, ja. 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 Voor de wisselzone. Een applaus voor de nummer 1 die zich aan het water komt. Daar zit Jacob! Spannend onderdeel altijd, de wissel, want dat betekent dat je alle kleine voorsprong kunt nemen. Hand bij de Lucas, dus mee met de allersnelste. En dan het hele veld aan de ronde staan de mooie kopjes voor het dier. René Poppen, ook allemaal natuurlijk om in de vijf. De eerste groep zou ik kunnen zeggen, geldt ook voor Robin Meijma, de man met de heer. Fiets door de hand natuurlijk. Dat ben hier. De wisselzone in water dat de das was van de graaf fietsen. Grote regels van de NTB. Heel plezier. Hij denkt dat het een goede wedstrijd wordt. Het zijn mooie weersomstandigheden. How is that in Greece? Is triathlon there a big sport? It's becoming a big sport. This 5 years more so. Yeah, yeah. Many competition this summer. Or is it? Well, diplomats and also the organization is really nice. The transition zone, the big screen, everything is very well prepared. I have to say that. Ik wil jullie zeggen dat jullie fantastisch zijn, dat jullie Sharon en de publiek in de Lamme Vrouw. Wat een succes, Tamar! Dank je zo maat! Grisam Toupoulos! Ik ben niet van het water. De vraag is of je inderdaad dat ding vast moet houden, dat zal wel. Dat kun je daar tegen afzetten. Ja, zo is het hier al. Het is al druk en blijven we nog harder. Bij je gaan. Deze gaan we spullen. Ja, ja. Ook in de serie Joke van Dijk, ze komt uit Huizen. Doet ook mee. De heer is 19 jaar, dat is ook van start hier. En de oudste man, ook even noemen, altijd aardig, uit Oudenhout, dus Rini Goudjes, hij is 68 lentes jong. Komt in de wagen. Dat is de bedoeling! Gewoon weer klaar hoor. Ja. Ik ben een beetje in de paniek van 10 weken. Ja. Oh, dat wel niet. Lopen, maak gebruik van de drinkkosten. Er zijn voldoende drinkkosten. Maak er gebruik van. Het is al beter zelfs maar even te stoppen. Een weekje even rustig mee te drinken, dan ga je lekker verder. Maak er wel gebruik van. Vergeet het niet, want het is warm. Voor het zwemmen. Jullie dit beginnen zo meteen. De start vanaf het blauwe ponton. Eén hand leg je op het ponton. Links. Zwemmen. Steek je hand op,
En meteen hulp, tot bij jullie. Zal... naar een 9e plaats en Robin Meijma op dit moment op een 10e plaats na de tweede meting. Drie op weg dus naar de wisselzone. Attentie dus, hier wordt zo gewisseld straks voor deze atleten uit de tweede serie kwart triathlon. Never know who to trust.
Ja, dan gaat het enkelbandje af, want voor de triatleten. Dat betekent in een team dat ze gaan wisselen. Moet die enkelband natuurlijk overhandigd worden aan degene die gaat fietsen. Voor het fietsonderdeel. Die pakken de fiets hier. Van Nevel uit Wezen. Door bij een man van 3 jaar. Is bijzonder. Onderweg het derde wiel met het fietsonderdeel. In van onder andere Niels Wissing. Goed zo. Zeker. Veel plezier. Ja. Uur in 30 km per uur. Boven ons. Dat is nog onder andere. Veel plezier. Veel plezier. Daar staan bij de boog van de haren, daar moet je dan 1 of 2 minuten verblijven. Dus instructie krijg je van de NTB official. Het fietsparcours is autoluw, dus niet autovrij. Dus pas op, hou je aan de verkeersregels. Nou, Arsene Triathlon hebben een briefing gehad. Die gaan dus onderweg voor straks de start hier in de Vecht. Over 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen straks en 5 kilometer hardlopen.
Hij heeft ook wel goed gedaan. Enjoy. Blijf genieten. De Dion Triathlon op zijn naam te schrijven op zijn palmares. Kilometer hardlopen. Kan die nog in de buurt komen dan van Taco Tol, die dus al onderweg is en vooraan loopt van Peter Lucas. René Poppen, nu is hij weg. Prima hardloper, kan nog mooie dingen doen. 10 kilometer is een heel eind natuurlijk. Per 4 hier. Om even die veters flink aan te trekken. Rudolf Martens gaat nu vertrekken met Lorini op de borst. Ah, daar gaat hij. De man uit Hardenberg. Ja. Nog 5 minuten voordat we gaan vertrekken met deze serie Amstel Triathlon. Aan het einde hebben we de briefing gehad. Nog 1 minuut. 1 minute voor start. 1 minuut bis zum start. En waar zijn ze? Is ze zien hier de 8e triathlon gaat dus over 500 meter, we zeggen 1 keer 1 en 1 keer 2. Wij ontstaan over de hele focus, die heeft hier allerlei prachtige mededelingen over. En waar we zien we is er een. En hoe vind je hier in Hardenberg? Ja, het is net niet zo mooi als Bargen Oosterveld, maar doe het goed. Dat klinkt niet heel fris. Nee, dat is iets met me fris. Ja, goed. Dat vind ik wel. Ja, mooi, want natuurlijk die Klaasine Rijn Triathlon, dat is er ook een om u tegen te zeggen. Mooie wedstrijd. Dat is een beetje de stand van zaken, maar in die tweede serie hebben die deksels een Johan Nevel. De lang is ook door het TVM-team, wat was het ook alweer? TSM-team. TSM, ja. En ik stond vorige keer te kijken en ja, nou, kan ik ook wel mee doen. Dat was sneller dan de voorbeeld. Toen de pioniers van het triathlonsport zijn best aan. Het is wel mooi geworden, denk ik. Ja, maar de lopen was best, dat was het zwakste. 10 kilometer, 35 minuten dacht ik. Ja, 35 minuten. Je was iets sneller dan ik, weet ik nog. Succes jongen, veel succes! Jan Meijer, zo zie je waar ze komen. Allemaal weer terug bij de triathlon. Voor de 3e keer alweer alleen. Oké, de 3e keer alleen doen we als sponsor of ook als actieve deelnemer? Wij, elk jaar zijn we als sponsor ontrokken vanaf het begin. En elk jaar zijn we met een team mee gedaan. En zo zijn we bij het goed, dus ga gewoon een goed signaal vooruit. Dat kunnen wij merken. Top level punten, waar staan jullie voor? Top level punten, wij zorgen ze kritisch in de operatie te leveren. En wij proberen ook iets van de hoogste nood te krijgen. Oké, dus dat is weer een hele mooie verbinding met de triathlon. Ja, klopt. Daar gaat het over de organisatie en maximaal en jij is de organisatie. Lijkt me heel goed. Ga genieten van deze fijne dag zou ik zeggen. En ik wens jullie team de beste prestaties toe. Top, dankjewel. Top met voeten. Dankjewel. Lijkt me een hele goede. Ik geloof dat de wereld daar heel blij van wordt van deze mededeling. Wordt nog weer hoor. Maar bij welk team ben je nu ingelijfd ook? Nu bij Arie Breukeman en Jan Dentus. Dat zeg je met een grote glimlach. Die riep je echt die zich in het zweet werken. Het is voor mij klaar. Ik ga je genieten op dit prachtige terrein. Iets op dit terrein. Sowieso qua Hardenberg, hoe we dat doen. Het was gewoon een les. Ja, dat is zo'n verschil. Ik word hier, dat is niet zo. Ik word hier,
Prinsport, kunnen we nu nog in. Die grote triathlon in Klaasien en Wijnen heeft toestemming gekregen in de achtste triathlon. We zagen hem zo net binnenkomen, zo even in stappen en gaat denk ik nog een bijzondere prestatie leveren. Martin Veenhuizen, onderbos nummer 86, officiële Elfstedentocht. Een man uit een echt sportgezin. En deze Werner Wessels die pakt zijn fiets en gaat natuurlijk snel schakelen naar de 20 kilometer weg te trappen. Over 2 minuten starten we met de briefing. Oké, onderweg dus. We lopen dus vanaf de wisselzone dan hier het vechtpark in. Onderweg voor 10 kilometer. Voor het volgende rondje. Ja, zeker. Al drie zelfs, hè? De vierde moet het aan als het goed is. Ja, van mij kan het. Ja, had je niet verwacht, hè? Tweede plaats bij het zwemmen. Achtste triathlon Marinka van der Zwet uit Utrecht voor Bernd Hardeman, Richard Lucas, Jason Steenkamp. Brands, weg voor die net keren voor nog één keer. De dames kan Jorike Kastelein dat ook. Die was al 2 keer winnares hier. Dat is mooi. Er is ook een fietssleutel gevonden trouwens. Nou, ik hoop dat het niet voor een van de deelnemers is, want dan komt hij niet ver. Hier het terrein opwandelt. Het geweld straks in de achtste triathlon voor de teams. Jij bedoelt ons kerstverse team wethouders? Ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Onder leiding van Gitte Luiten, hè? Dat is de coach, heb ik begrepen. Heren, we gaan naar een finisher. We gaan naar een applaus, want hier komt hij dan toch echt wel binnen, hoor. Onderbos nummer 22. Hier is Han Peter Lucas. 1 uur, 58 minuten en 54 seconden. En we lopen even zo richting Han Peter, want hij heeft het echt alles gegeven. Want die weet dat het spannend is. Het is spannend in die tweede serie. Waar Johan Nijvel ook met een expeditie bij zich is. Even uithijgen. En dan kunnen we misschien nog wat een paar dingetjes vragen. Han-Peter, het zwemmen ging goed. Redelijk. Het fietsen. Ging hard. Ging heel hard. We hadden het idee dat je heel goed bezig was. En toen kwam het lopen wel. Het is zwaar vandaag. Het is zwaar. Minder dan een minuut nog te gaan hier voor de start. Maar geen 30 seconden. Hard we wachten even op de start daar en dan vragen we je nog even een paar dingen. Met 30 seconden hebben we zo de start hier. Even blijven staan nog. Han Peter Lucas wacht op de start daar. Wel winnaar, want we horen dat Johan Nijvel ook goed bezig is. Zo'n harde fietser en zwemmen, dat is niet normaal. Ja, dus, ik zeg wel eens, hij hoort een beetje tot de wereldtop misschien wel in de masters categorie. Absoluut, absoluut. Maar ja, lopend ben ik iets sterker, denk ik. Dus ik heb alles gegeven in lopen. Ja, ik hoop het. Het zal echt, ik denk, hoop nek en nek. Want je trok vanmorgen de gordijnen open. Je dacht van, oké, derde keer. Dion Triathlon, die moet eigenlijk wel voor mij zijn. Dat zou heel mooi zijn. Nu afwachten. Ja, zeker. Zo, hij gaat afwachten op Johan Nijvel. Hij zei het al, is de wereldtop. Dat is hij zeker, die Johan Nijvel. Die is nog bezig. En Han-Peter Lucas zei, ja, die man die kan zo vreselijk hard fietsen en lopen ook. Dus dat is nog een dingetje. Wachten we op. Wij hebben 1 man binnen. Wij zijn natuurlijk ook in afwachting van Rudolf Martens, de man uit Hardenberg. Die gaan we nou een uitstekende Taco Tol. Die kijkt nog eens even om. Hij is de man die hier op een tweede plek binnenkomt. Taco Tol. Hey, René Pop is nog bezig om wat ISO-drink te halen van sportvoedingwebshop.com.
Taco, wat dacht je? Ik kan misschien bij het fietsen nog iets doen met die snelle hager. Nou, ik zag al snel dat de voorganger van mij wegreed. Dus toen ben ik gewoon op een tempo blijven rijden dat ik goed vol kan houden. Nou, dat was erg pittig door de warmte. Dus,